Hubble zijn er niet bij. Heus zit op de bank. En dus met God met nummer 4. Revos met nummer 5 en John van Loen met 9 in de basis. Zij mochten van oom Wim. En dan gaan we naar Willem II. Jan Reker heeft iets minder problemen. Hij liet Van Gastel, die overigens wel fit was, op de bank. En John Feskens met nummer 6 mag daarom gaan starten. Onze commentator ter plekke is Frank Snoeks. We gaan kijken naar Willem II uit tegen Feyenoord. Verder gewerkt door Scholten. Goeie opening van Smits. Feskens. Ja, nee, een groei. Op de kopbal van Van Arum. Teken aan de wand. Want de betere aanvalsopzet is telkens van Willem II, ook al staat Feyenoord dan voor. Hij bokst de bal uit het doel. De keeper van ons nationale elftal. Die ook ziet. Let zichzelf in de luren van Hintem. Links is Silla, rechts Stewart. Het wordt Silla. Eenmaal voorbij. Van Hintem. Of Van Geel kreeg de kans. En de goeie is het, Piret. Waarna Revos de bal weggeeft voor een corner. Acrobatische werk is hier van Silla. De bal volgt zijn commando op. Maar Van Geel stuit dan op de groei. En dus is het maar een corner. En die neemt deze Feskens. Nou, nu dan. Weer niet. Weer de groei. Heeft hij een magneet in zijn handschoen soms? Want Van Arum had hem voor het inblazen. En zo is de staande ovatie andermaal voor de keeper van het Nederlands elftal. Hier. Je zou zeggen, die moet je erin kunnen blazen. Maar de groei is meesterlijk. In vorm. Maar hij komt niet hoog genoeg. Stewart. En nu gaat hij er weer niet in. Er was de goeie gepasseerd, maar schoot Revels hem te hulp. Mooie balaanname door Stewart, die de groei wel passeert, maar daar is nog Revos. Balletje van Feskens. Vooruit, vooruit! Revos. Slecht uitverdedigd. Van Geel, Silla en weer de groei. En bovendien buitenspel. Maar het blijft een mirakel of het dan wel of niet buitenspel is dat die bal er maar niet in gaat. Blinken. Mooie bewegingen. Maar de kans komt er voor Silla. Ja, nou moet hij er een keer in. Nee, hij gaat er weer niet in. De groei. Dat is de groei tegen Willem II. En de stand is 1-0 in het voordeel van de groei. Omdat Van Loen gescoord heeft. En al uit van je bal. Van Geel. De groei. Is hij over de lijn of niet? Willem II zegt van wel. Ja, de groei lag wel in het doel, maar de bal niet. De corner, of de vrije trap, van Geel. Daar de kopstoot. En het juichen. Maar hij zit niet. Althans, hij telt niet. 18 punten. Dit doelpunt van Regie Blinker is van 24 karaat goud. Daar markeert niets aan. Maar oh, oh, oh. Wat heeft Feyenoord op zichzelf vandaag moeilijk gemaakt. En wat is het veel dank verschuldigd aan Ed de Goeie. Want Van Loen en Blinker zijn dan de bejubelden. De Goeie is degene geweest die Feyenoord vandaag op de been heeft gehouden tegen Willem II. Dat met 2-0 verliest, maar recht had op zijn minst op een gelijkspel.